Het zijn zeker mooie stappen vooruit, maar op een gebalanceerd hoofdgerecht is het dus nog eigenlijk altijd wachten. En wij dringen er dus op aan, meneer de premier, mevrouw de minister, met u als chef-kok, dat u terug naar de keuken gaat, terug achter de potten gaat staan en zorgt dat er een hoofdgerecht kan klaargemaakt worden. Maar op dit moment ontbreken daar blijkbaar de ingrediënten voor om een gebalanceerd hoofdgerecht te maken.